Cursisten van de cyberanalistentraining van het ministerie van Defensie hebben onder meer andere inzichten gekregen op informatie- en communicatietechnologie. Bij de afsluiting van de cursus gisteren merkte minister Krishna Kumari Mathura op dat Suriname ook deel is van de hedendaagse digitale wereld en dat de natie verbonden is aan alles dat daarbij komt kijken. De training was voor de bewindsvrouw dus een verplichting. Eigenlijk als we ergens zitten, dan ga je zien hoeveel mensen met elkaar aan het communiceren zijn en hoeveel eigenlijk met hun telefoon aan het communiceren zijn. Dit geeft aan onze betrokkenheid met de digitale wereld. En voor Defensie is deze ontwikkeling een mooie ontwikkeling waar we voordelen uithalen, maar waar ook risico's zijn. En die risico's zijn er dat via die digitale wereld mensen toegang hebben tot informatie en dat ze informatie kunnen verkrijgen via die digitale wereld waarvoor ze geen toestemming hebben en die ze kunnen inzetten om andere dingen te doen. Dus voor ons is het als Defensie belangrijk dat we ook ons voorbereiden dat informatie die voor ons strategisch is, belangrijk is, dat we dat zoveel mogelijk beschermen. Mathura stelt dat de invloeden van sociale media de actualiteiten van vandaag zijn. De Defensieorganisatie komt er daarom niet onderuit zich te verdiepen in de gang van deze ontwikkelingen. Vandaag de dag is het bijna onmogelijk om personeelsinformatie van duizenden mensen handmatig nog in boeken bij te houden. Het gebeurt nergens bijna. En je kan het bijna niet meer bijhouden. Het duurt allemaal te lang. Het is allemaal in systemen opgeslagen. En wij moeten ook deze systemen gaan beveiligen, beschermen. Vandaar dat wij in ons beleidsplan hebben opgenomen dat digitale veiligheid voor ons heel erg belangrijk is. En dat we stappen gaan zetten om ons voor te bereiden. En vandaag is zeker een eerste mijlpaal in die richting. Maar deze training is precies op grond daarvan gekomen. De bewindsvrouw merkt op dat de cursisten zijn onderworpen aan een strikte selectieprocedure en zich langer dan een jaar hebben ingezet voor de training. 13 cursisten hebben het traject afgewerkt.